Nou, de aanleiding, dit is eigenlijk wat komt uit het koopstromenonderzoek in Randstad en Noord-Brabant, wat aan het voorjaar naar buiten is gekomen. Dat er, nou ja, er is veel aan de hand in de winkelwereld. Dit is een onderzoek wat net aan het einde van de coronatijd naar buiten is gekomen. Nou, economisch gaat het heel goed, dus we besteden steeds meer. Dat doen we vooral online, maar ook in de winkelstraat. Recent zien we ook weer dat de winkelstraat echt wel weer trein aan terugwinnen is. Dat is mooi. En dan is het wel iets meer dan alleen winkelen, maar ook de hele binnenstadbezoek. In sommige artikelgroepen gaat het echt hard met online. Bijvoorbeeld in dagelijks, waar het sinds een paar jaar elke keer eigenlijk bijna verdubbelt. We zien natuurlijk ook allerlei nieuwe manieren van dagelijkse bezorgingen met flitsbezorging of andere goederen. Maar bijvoorbeeld elektronica en wonen groeien ook nog steeds hard. En wat wij als Goudappel natuurlijk heel interessant vinden, is ook dat we kijken naar de mobiliteit en hoe zit het met bereikbaarheid. Nou, we zagen in coronatijd dat heel veel mensen kozen voor dicht bij huis, dus vaker ook de fiets en lopend. Ook heel vaak doelgericht naar solitaire locaties, de grote supermarkt of de IKEA's van deze wereld. En dat we daar zagen dat de auto veel werd gebruikt en minder met het OV. Gelukkig zien we nu wel weer, of gelukkig, dat de grote binnensteden ook weer goed bezocht worden. En dat daar ook het OV-gebruik weer aan het toenemen is. Dus uiteindelijk gaat heel veel mobiliteitsgedrag toch weer terug naar de tijd van voor corona op dit moment. En wat ook een belangrijke aanleiding is, is dat er een aantal grote opgaven spelen. Dit is een nationale woningbouwkaart vanuit het ministerie. Dus de woningbouwopgave is groot. Waar we toen we begonnen in 2015 in onze benchmark zaten we nog op heel veel gebieden in krimp. Nou, sommige randen van het land is dat nog steeds zo. Maar al met al ja, is er gewoon een groeiend aantal behoefte aan woningen. En ja, ook plaatsen als Doetinchem is die krimpopgave. Ja, je ziet toch wel hele andere prognoses dan een aantal jaar geleden. Overal is grote vraag naar woningen. Nou, de energietransitie en de mobiliteitstransitie spelen natuurlijk een grote rol. Heeft ook heel veel invloed op hoe kijken we nou naar ons gedrag en ook ons winkelgedrag. En wat willen we in centrumgebieden. En daarin zijn we dus heel erg op zoek naar duurzame oplossingen. Hier een praktisch voorbeeld waar wij zelf mee werken. Dit is zomaar een straat in Nederland richting een winkelgebied. En wat je heel erg ziet is dat dat de straatbeeld verandert. En wij hebben hier een klimaatadaptatielabel aan toegevoegd. Dat is D. Dit is helemaal niet groen de bovenkant. Maar in heel veel steden speelt de vraag van hoe maken we nou die omgeving veel groener, aantrekkelijker, ook richting de toekomst. Want het klimaat is aan het veranderen en ook aantrekkelijk voor om te verblijven voor andere vervoerwijzen. Nou, en dan ziet dat er heel leuk uit. Dit is natuurlijk veel klimaatadaptiever, maar loop je meteen weer er tegenaan van, hey, kun je er nog wel fatsoenlijk komen? Want die auto vier stroken, die is in één keer teruggebracht naar één strook. Dus dat zijn allerlei opgaves die echt per locatie en centrum spelen. Dus wel belangrijk om daar gericht inzicht in te hebben. Als we dan naar de vitaliteitsbenchmark gaan. Sinds 2015 hebben wij die om de twee jaar in beeld gebracht. 2017, 2019 en dan nu 2022. Omdat vorig jaar nog te veel corona-impact was en dat te onzeker vonden. Wat we doen is 23 objectieve indicatoren in beeld brengen. En die wegen we ten opzichte van elkaar. En zo kunnen we 100 centrumgebieden ten opzichte van elkaar wegen. Maar kunnen we dus ook, doordat we dat al vier keer doen per centrum, al die indicatoren laten zien van hey, hoe gaat het nou met het elk centrumgebied. En dat maakt het wel een hele interessante reeks. De indicatoren zijn deze 23, waarbij we vier hoofdpijlers hebben. Demografie met een aantal sub-indicatoren, voorzieningen aanbod, ruimtekwaliteit en bereikbaarheid. Ik ga straks in Leiden zal ik iets meer over detail een aantal vertellen. Belangrijk is bij bereikbaarheid vooral dat we zeggen van kijk alsjeblieft niet alleen naar je auto, maar vooral ook naar je hele OV, fiets, lopen, compactheid, maar ook bijvoorbeeld naar een stukje logistiek. En dat is denk ik wel even interessant, want we hebben eigenlijk alles hetzelfde gedaan als drie jaar geleden. Behalve dat we logistiek aan hebben toegevoegd, want we merken dat die opgave in elke stad speelt, groot of klein. Van de grotere binnensteden moeten gewoon in 2025 naar zero emissie stadslogistiek. Dus daar zijn grote opgaves. Maar ook kleine steden, hoe ga je om met voertuigbeperkingen en bijvoorbeeld venstertijden hebben we daar ook in opgenomen. Een andere die we hebben toegevoegd is eigenlijk met die klimaatadaptatie te maken. Dat is hier de kwaliteit van de leefomgeving. We laten op zeven indicatoren uit de atlas van de leefomgeving zien hoe het is met geluid, stikstof, fijnstof in de lucht van het centrumgebied. Ook voor hoeveel groen is er en hoeveel sportvoorzieningen zijn er bijvoorbeeld in een centrum. Zodat die discussie gaat veel meer dan winkelen alleen, maar echt het hele functioneren van het centrumgebied. Wat je hier ziet is een voorbeeld in Leeuwarden waar ze
lopende of rijdende bomen hebben die ze door het centrum verplaatsen. Dat is wel ook iets om bewustwording te creëren van hey, we moeten groener worden. Nou, dan de resultaten. Ik liet het aan het begin al heel even zien. Dit is het kaartje wat in 2022 eruit komt. De donkergroene zijn de meest vitale centrumgebieden. De donkeroranje de minst vitale. En je ziet ook drie kleuren bolletjes. De groene zijn de grootste centra, de binnensteden. De tussencategorie zijn de middelgrote. En dan de kleinste zijn, of ja, de grote centrumgebieden. En de kleine zijn de middelgrote centrumgebieden. Dus nou, in omvang van centrumgebieden. En dat is ook wel interessant, want dan kun je appels met appels vergelijken. Want om Oldenzaal met Amsterdam te vergelijken heeft niet zo heel veel zin. Maar steden van dezelfde omvang natuurlijk wel. Wat wel interessant is, dit kaartje lijkt heel erg veel op de versies eerder. En is denk ik voor heel veel wel herkenbaar van, hey, in dit centrum gaat het, dat het in Kerkrade niet zo heel goed gaat. In het winkelgebied, dat is denk ik wel voor mensen wel logisch. En dat Amsterdam en Rotterdam en Den Haag het nog steeds heel goed doen. En Utrecht vooral ook. Maar het is wel interessant om het gewoon af te pellen en wat meer per centrum te bekijken. En we hebben ook gekeken wat zijn nou de grootste stijgers en dalers. En wat wel heel interessant is, is dat die eigenlijk allemaal in de middelgrote en grote centrumgebieden zijn. En dan kijken we echt even naar de ranking, want nou ja, per indicator zitten natuurlijk hele grote verschillen. En nou ja, Leidschendam, die springt er bovenuit, want die stond in onze vorige versie op nummer 83 en die is nu naar nummer 20 gesprongen. Maar daar is de Mall of the Netherlands natuurlijk gerealiseerd. En ja, dat is in één keer van het meest leegstaande, verpauperde winkelgebied naar het meest moderne, hippe winkelgebied waar alles is. Behalve waar je met de auto goed kan rijden en waar weinig groen is. Maar verder scoort het eigenlijk op alle manieren in één keer heel goed. Dus het is heel compact, het parkeren is optimaal, goede OV-bereikbaarheid, geen leegstand meer, alles zitten, grote diversiteit, veel lesje. Dus dat is wel interessant om dat te zien. Maar ook Os, Gorinchem, Helmond en Veghel, ja, daar ging het best wel moeilijk, maar die hebben best wel veel stappen gezet in transformatie. Het compacter maken, daardoor minder leegstand, betere functiemix en daardoor meer in balans op de behoeften. En je ziet daar ook dat, dat er ook bijvoorbeeld meer gefietst wordt omdat het lokaler is. En dat die centra veel meer in balans zijn gekomen dan bijvoorbeeld een aantal jaar geleden. Als we dan kijken naar de kleinste categorie in onze kaart, dat zijn de middelgrote centra. Nou ja, daar is Leidschendam dus in één keer binnengekomen op nummer 1. Kampen is bijvoorbeeld een stad die al goed scoorde. En we zien de top 10 lijstje lijkt een beetje op een aantal jaar geleden. Maar wat wel interessant is, is dat bijvoorbeeld Houten en Houten echt, die staat nog wel top 3. Want ja, demografisch is dat een van de topplekken in Nederland. Het is gigantisch goed bereikbaar met alle vervoerwijzen. Maar de leegstand is daar bijvoorbeeld behoorlijk toegenomen. En dat zien we niet alleen in Houten. Maar dat zien we ook in Almere, Zoetermeer en Nieuwegein. Er echt wat meer planmatig opgezette winkelcentra. Ja, die echt die winkelfunctie hebben en niet veel meer. Daar is echt de leegstand toegenomen. En die zien we dus dat die indicatoren wat wegzakken. Nou heeft Houten heel veel andere zaken waar het dus wel weer perspectief biedt. Maar die zal echt wel wat aan het centrum moeten gaan doen. Om meer dan winkelen daar te krijgen. Als voorbeeld. Als we dan kijken naar de grotere centra. Nou ja, dan is Hoofddorp hier de enige die er echt wat boven uitspringt. Dat was ook al zo. En dat is ook die voorbeelden die ik net noemde, Os en Helmond. Maar bijvoorbeeld ook Almelo. Nou ja, het is niet het meest aantrekkelijke centrum van Nederland. Maar ze hebben wel echt stappen gezet. Ook omdat de urgentie al 5, 7 jaar geleden al jarenlang daar hoog is. Nou, zijn ze echt stappen aan het zetten om het compacter te maken, beleid te voeren, acties. En dat doen ze met z'n allen. Dus dan zie je ook dat het dus in rankings ook omhoog komt. En op meerdere indicatoren. Dus dat is wel interessant om terug te zien. Als we dan naar de grote centra kijken, ons lijstje met de top 10 is bijna precies hetzelfde als 3 jaar geleden. Ja, we dachten dat de grote centra het in coronatijd heel erg moeilijk hadden, of dat was ook zo. Alleen we zien nu dat ze best wel weer hersteld zijn. Utrecht heeft het eigenlijk altijd goed gedaan, maar Amsterdam hebben natuurlijk de toeristen jarenlang niet gehad, maar nu toch wel weer aardig terug. En je ziet nog steeds deze centra, ja, die houden zoveel aantrekkingskracht. Die hebben alles, veel diversiteit, goede demografische ontwikkeling ook in hun verzorgingsgebied. Dus ja, de top 4 is heel duidelijk. Delft is echt wat omhoog gekomen. Die hebben wel goede stappen gezet. En Leiden is bijvoorbeeld heel stabiel op nummer 6. Dus, en wat we wel zien is dat Breda en Gouda, er zijn wat centra die ook wat actiever zijn geworden. Ja, dat die op een aantal plekken gewoon goede ontwikkelingen hebben doorgemaakt. Als ik dan inzoom op casus Leiden, en dat zal ik even op hoofdlijn doen. Maar dit inzoomen kunnen we dus voor alle centra doen. Dus als je, nou, dat is natuurlijk dit webinar niet de plek voor, maar we lichten dat graag toe ook voor welk centrum dan ook.
is dat Leiden is dus nummer 6, was in onze ranking, was in 2019 ook nummer 6. Dus die doet het heel stabiel goed. En wat we zien is, hier is de ranking per onderdeel. Dus op demografie ranking nummer 11. En toevallig heeft Leiden bijna overal nummer 11 en bereikbaarheid nummer 10. Dus Leiden scoort overal redelijk goed op. En dat geldt vooral bij demografie is natuurlijk het aandeel studenten. Iets wat echt een plus is, maar ook het besteed bij inkomen is in de regio hoog. Als we kijken naar voorzieningenaanbod, dan heeft Leiden, het is gewoon een grote binnenstad met veel voorzieningen, redelijke diversiteit, goede regiopositie. Maar wat vooral opvalt is dat ze heel weinig gevoelig zijn voor internetbestedingen. Er zitten veel branches die relatief minder last hebben van internetbestedingen. En dat zie je vaak in een planmatig opgezette winkelcentrum met veel mode, schoenen, elektronica. Ja, die hebben veel meer last van bijvoorbeeld online. Nou, Leiden heeft bijvoorbeeld natuurlijk heel veel horeca, cultuur en dat soort zaken. En daardoor scoort Leiden hier echt heel goed op. Filialiseringsgraad is eigenlijk de enige die we niet meenemen, omdat we daar geen iets zeggen dat is goed of slecht. Want daar heb je, maar wat wel opvalt in Leiden is dat bijna het allerlaagste in Nederland. Dus dat zegt ook al veel. Dus dat betekent dat er een heel, ja, dat je niet alleen de standaardketens hebt, maar vooral heel veel leuke verschillende voorzieningen. Nou, ruimtekwaliteit scoort Leiden ook goed op. Dat is natuurlijk heel historisch. Toerisme is goed. Alleen de kwaliteit van de leefomgeving, nou, dat is dan nieuw toegevoegd. Dat is wel een aandachtspunt, want Leiden heeft relatief weinig groen. En ook het geluid en dat soort zaken. Stikstof, ja, is minder dan veel andere centra. Alleen de sportvoorzieningen zijn wel goed. Wat verder opvalt bij bereikbaarheid is dan de fiets is heel erg toegenomen. Parkeren en autobereikbaarheid is ook best wel in balans. Logistiek is Leiden heel actief. Alleen compactheid is, ja, Leiden is gewoon van oudsher een groot centrumgebied. En dat betekent dat je best wel loopafstanden hebt. Dan is dat in Leiden niet zo heel erg, want het zijn overal leuke loopafstanden. Maar het is soms wel een aandachtspunt van, hey, waar wil je de mensen wel niet langs hebben. Tot slot, dit is dan de data. Wat we ook presenteren van, nou, wat kun je, er komt er iets uit van, wat kun je daar nou aan doen? Voor heel veel van deze indicatoren, demografie, heb je vaak niet zo heel veel invloed op, maar op heel veel andere wel. En dan of als gemeente, of als centrummanager, of als vastgoed, maar vooral met z'n allen samen natuurlijk. En ik wil er een paar uitlichten. Wat heel belangrijk is, wij meten allerlei indicatoren die we voor 100 centra kunnen vergelijken. Maar het is ook wel echt belangrijk om bezoekersaantallen te meten. Er zijn tegenwoordig allerlei bronnen voor. Wij doen het zelf met het Nederlands Verplaatsingspanel, waardoor we veel weten van, nou, langs welke routes komen mensen, hoe druk is het. Bijvoorbeeld ook waar stappen we over, wat doen stations of andere overstappunten ook in de, voor mijn hubs. Maar naast dat wij het zelf doen, zijn er ook allerlei partijen die data verzamelen, bezoekers monitoren, die wel echt heel relevant zijn. En naast aantallen is het voor ons ook heel belangrijk om beleving te meten. Ja, dus van als je iets aanpakt van hoe ervaart degene, de consument het, en zo eigenlijk degene die langskomt, als degene die ook niet gaat, dat je daar gewoon gericht onderzoek naar doet. Dat is wel echt belangrijk om te weten of investeringen wel of geen zin hebben en of een beleid wel of niet werkt. Wat wij zelf wel als Goudappen ook belangrijk vinden is, wat ik ook aan het begin met die klimaatadaptatie liet zien, van breng ook effecten van verkeersingrepen in kaart. En dan niet alleen, het is mooi groen, want daar is niemand op tegen natuurlijk. Maar ook van voor een ondernemer is natuurlijk een parkeerplek weg of andere bereikbaarheid altijd wel invloed. En wat wij heel belangrijk vinden van breng in beeld wie verlies ondervindt of wie winst maakt. Hoe werkt het per doelgroep? En breng dat ook op basis van koopstromen, kunnen wij dat ook heel gericht in een model in beeld brengen. Van als je een winkelstraat autovrij maakt, wat gebeurt er dan? De ene winkel heeft er profijt van, een andere misschien wel last van, om dat zo goed mogelijk in beeld te brengen. En dat kan op alle schaalniveaus. Nou, wat ik ook al een paar keer heb genoemd, de duurzame stadsdistributie, zeker voor 2025, heel belangrijk. Sommige steden werken met afsluitingen voor bepaalde voertuigen. Maar vooral ook de fiets is natuurlijk een hele simpele. Ga je overstaan in hubs, dat kan vaak een hele mooie oplossing zijn. Maar bedenk vooral eerst wat je probleem is, want in een grote stad kan een hub veel beter renderen dan in een klein dorp, want dan kost het overstaan meer tijd en geld. Tot slot, is wat we vooral met deze benchmark willen benadrukken is, kijk vooral naar het hele integrale karakter. Kijk niet alleen naar je parkeertarief of alleen naar leegstand of welke winkel wil je daar hebben. Maar vooral, een centrum is zoveel meer dan, dat is de laatste jaren wel duidelijk geworden. En blijkt dus ook weer uit de data dan alleen die winkelfunctie. Dus ga er samen mee aan de slag. Ontwerp daar goede plekken, zowel in de buitenruimte als in de functies die je hebt. En zorg dat je daar compacte centra krijgt.
En dit is vanuit Kern, de netwerkorganisatie, over kerngebieden, vanuit ook van al die organisaties. Die hebben daar ook een visiekaart, goede kerngebieden vanuit welvaart, welzijn, veerkracht, bereikbaarheid, attractiviteit. Nou, ik ga hem nu niet toelichten, want dat is tijd te kort voor, maar die sturen we achteraf toe, dan kun je dat ook eens rustig bekijken. Dus, dit is in een notendop de resultaten van onze benchmark. De hoofdlijnen, wat valt erop en wat kun je ermee? Tot zover. Dankjewel, Tim. Ik zie een vraag binnenkomen in de chat van Irma. Hoe bepaal je de beleving? Ja, de beleving is... ik liet zien, we hebben Meet for Research, is een dochteronderneming voor ons. Die doet heel veel belevingsonderzoek, onder andere in treinen, maar ook op winkelstraten. Die stellen allerlei vragen aan consumenten, vaak een voor en na, van hoe beleef je iets? En dat is zowel in rapportcijfers als ook meer subvragen van hoe vind je het nu, hoe vond je het toen? Dus het is vooral op basis van een enquête vraag je naar beleving. En dan vraag je niet alleen, geef je de beleving een 7 of een 8, maar ook hoe ervaar je de geur, de beleving, winderigheid, heb je of de wind... ik weet niet of ik de goede term gebruik. En dat soort zaken. Het zit vaak heel breed. Er ligt dus elke winkelstraat weer anders. Of elk type onderzoek. De kleurbeleving. Geluid. Dus het zit vaak in dat soort zaken. Proberen we dat zo goed mogelijk in beeld te brengen. En een vraag van Jacques van den Bos. Hoe wegen jullie de impact van verschillende aspecten? Als minder parkeren in publieke ruimte versus attractieve gevels versus aanbod? Ja, die 23 indicatoren hebben we allemaal meegewogen. En er zit een bepaalde weging in. Door die ontwikkeling, we hebben nu dezelfde weging als 2019 om het optimaal vergelijkbaar te houden. Die weging hebben we in de loop der jaren, daar hebben we ook een aantal mensen mee op afgestudeerd van hoe belangrijk is nou wat. Bijvoorbeeld leegstand nemen we veel meer mee dan bijvoorbeeld de digitale vindbaarheid, wat ook een indicator is. Dus er zit een bepaalde weging in waarbij we wel die vier hoofdindicatoren, demografie, voorzieningen, aanbod, ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid, alle vier even belangrijk meewegen. Dat is hoe wij het in dit onderzoek toepassen, omdat we het landelijk vergelijkbaar willen maken, maar per kern of per gebied is dat natuurlijk heel anders. In elke winkelstraat is soms minder parkeren juist heel belangrijk, of een publieke gevel weer belangrijk. Ja, dat is een belangenafweging die overal anders is. Dankjewel. Ik verwacht dat de vraag beantwoord is. Ik weet niet of er nog meer vragen zijn. Je mag ook je handje opsteken. Jacco heeft een vervolgvraag. Is jullie algemene kader voor bebouwing van de weging beschikbaar? Er komt vanmiddag een onderzoeksrapport online. Daar staat dit niet in, want dit gaat best wel in detail. En we willen niet zomaar alles online natuurlijk helemaal beschikbaar stellen. Wel de hoofdresultaten. Maar we kunnen daar wel... Dit kunnen we gewoon in een gesprek wel even toelichten hoe dat zit inderdaad. Dus ik denk dat dat de beste manier is. Even 1-op-1. Dankjewel. Graag. Dat gaan we dan regelen. Zijn er verder nog vragen? Opmerkingen? Volgens mij niet. Dan dankjewel Tim. Dit waren de resultaten van de vitaliteitsbenchmark. En dan ga ik het woord en de presentatie geven aan Arjan. Ik heb je als het goed is de rechten gegeven om te delen. Dus wat mij betreft brandlos. Ja, ik ga nu proberen de presentatie te delen met jullie. Kijken of dat in één keer goed gaat lukken. Kunnen jullie het zien? Wordt die gedeeld op het scherm? Nu zie ik het. Ja, heel goed. Ik zie jullie niet. Dus als er vragen of dingen zijn, dan hoor ik dat graag. Yes. Misschien even van tevoren twee dingen even kort voorstellen. Mijn naam is Anja Boersma. Ik ben adviseur stadseconomie in gemeente Leiden sinds augustus vorig jaar. En ik ben onder andere verantwoordelijk voor de horeca, de warenmarkt en de retail in de stad, stadsbreed. Maar dat speelt zich ook voor een groot gedeelte af in de binnenstad.
En ik heb met Tim van Huffelen onze nota retail en warenmarkt mogen begeleiden voor de binnenstad. Dus vandaar dat Tim ook heeft gevraagd om hier iets over te zeggen. Vooraf wel even een mededeling. Ik heb dadelijk over 3 kwartier een nieuwe presentatie die ik in een ander gezelschap mag houden. Dus ik stap er na mijn presentatie dadelijk gelijk uit. Karin, ik stel voor dat mochten er vragen zijn, dat we dan dat even verzamelen en dat ik daar eventueel later nog op terugkom. Lijkt me goed. Prima. Dan ga ik nu de presentatie met jullie delen. Er lopen een aantal dingen vast, dus ik hoop dat dat... Jullie zien hem nog steeds? Ja, we zien het goede scherm. Oké, prima. Wat ik wil doen is met jullie even een kort bestek meenemen van uitgaande van de vraag van hoe houdt Leida Centrum Vitaal, van welke reis wij de afgelopen 10 jaar nou hebben gemaakt. Van onze uitgangspositie, Leiden als stad van kennis en cultuur. Toch de verloedering die er 10 jaar geleden was, hoe we het hebben aangepakt en welke succesfactoren daar wat mij betreft tot succes hebben geleid. En wat heel belangrijk is voor de toekomst ook, hoe borg je nou dat succes? Hè? Want succes behalen is 1, maar juist die borging voor de toekomst is echt wel van belang. Nou, ik gaf het al aan, Leiden als stad van kennis en cultuur. Ja, dat is denk ik iets wat een gegeven is en waar ik eigenlijk ook wel heel trots op ben dat ik in zo'n stad mag werken. Dat is denk ik het unieke van een stad als Leiden. Wat we ook proberen uit te dragen. En bijvoorbeeld met de Leidse Rembrandt-dagen. Ik weet niet of een van jullie daar wel eens is geweest. Echt wel een aanrader, 19 juli dit jaar weer. We zijn dit jaar European City of Science. Ja, dat is denk ik een gegeven wat we hebben ten opzichte van andere steden. En Tim zei het al, juist dit soort steden met een goede mix van voorzieningen, die in ons geval ook wel gedeeltelijk natuurlijk is gegeven, die doen het relatief goed. Nou, je ziet het al, bijvoorbeeld bezoek aan een museum is bij ons 22% ten opzichte van het gemiddelde in de Nederlandse steden, dus 8%. Ik denk dat dat bijvoorbeeld een van de redenen is ook dat we bijvoorbeeld van de Mall of the Netherlands relatief weinig last hebben. En juist omdat we die mix hebben van museumbezoek, winkelen, horeca, de unieke stad die Leiden is. Dat neemt overigens niet weg, en daar gaat de volgende sheet over, dat daar echt nog toch volop focus en aandacht voor zo'n binnenstad moet zijn. Ja, want dit is hoe Leiden er ongeveer 10 jaar geleden uitzag. En je ziet verloederde puien. Je ziet een gracht waar van alles in ligt. Je ziet meeuwenoverlast. Kortom, een jaar of 10 geleden zag Leiden uit als een stad die echt wel een upgrade kon gebruiken. En die op sommige punten niet goed geëquipeerd was voor waar een stad voor de binnenstad wat ons betreft voor zou moeten zijn. En dus we hebben een jaar of 10 geleden gezegd van dat moet echt beter. En dat hebben we gedaan door een specifieke aanpak met een specifieke focus ook specifiek voor de binnenstad. Om op verschillende punten de binnenstad te verbeteren. En dat hebben we op een aantal manieren gedaan. Allereerst door focus te leggen op een specifiek aantal ambities. Dus niet in 1 keer de totale stad willen aanpakken, maar gewoon echt een aantal focuspunten leggen. Van waar willen we die stad nou verbeterd hebben en waar willen we die stad aangepakt hebben. Dat hebben we ook gedaan door echt een programmamanagement erop te zetten. Dus een programmamanager aangetrokken in dienst van de gemeente die vanuit haar programma de binnenstad integraal onder haar hoede heeft. En ook daar integraal projecten en beleid op kan maken. Een andere factor is dat we intensief zijn gaan samenwerken met startspartners. Ik denk dat ik vooral Stichting Centrum Management daarbij moet noemen. Dat is een onafhankelijke stichting die aan de ene kant belangenbehartiging doet voor ondernemers vanuit de binnenstad.
Maar ook heel erg met de gemeente optrekt als het gaat om beleidsvorming, maar ook als het gaat om oppakken van projecten, het aanjagen van projecten. En ik zelf denk ik dat zo'n, en daar kom ik straks ook nog wel op terug, dat zo'n samenwerking met startpartners, maar ook met alle andere ondernemers en actoren in de binnenstad echt van belang is om zo'n binnenstad goed te houden. Wat ook van belang is, wat mij betreft, is dat je ook de creativiteit organiseert. Hè? Dus dat, niet dat je dat alleen vanuit de gemeente organiseert, maar dat je ook de creativiteit vanuit de stad probeert te organiseren. Ja, wij hebben dat gedaan door een aanjaagteam in het leven te roepen. En dat aanjaagteam bestaat uit ondernemers die sterk betrokken zijn op de binnenstad, vaak ook in de binnenstad zitten. En die het enthousiasme hebben om op een creatieve manier dingen bij de gemeente naar voren te brengen en aan te jagen. En ja, wat mij betreft werkt dat heel goed, ook om de gemeente scherp te houden enerzijds, maar ook om creativiteit erin te brengen. Want als gemeente zit je vaak ook wel op gebaande wegen en ondernemers denken toch heel anders. Wat mij betreft is dat wel echt belangrijk. Ik gaf er net al aan van dat we afgelopen 10 jaar focus hebben gelegd in een aantal zaken die we in de binnenstad echt aangepakt willen hebben. Ja, die heb ik hier op een sheet gezet. En wat mij betreft gaat dat ook voornamelijk om het verbeteren van het verblijfsgebied aan de ene kant. En dus die stad ruimtelijk aanpakken. Maar ook een stukje beleving in die stad brengen. Dat kan je bijvoorbeeld doen door de identiteit te versterken. Nou, wij werken veel samen met bijvoorbeeld Leiden en Partners. Die voor ons de marketing van de stad ook verzorgt. Vanuit hun zelfstandigheid overigens. Maar wel met een echte focus op de identiteit en de beleving van de stad. En, wat ook belangrijk is, en dat geldt bijvoorbeeld vanuit mijn functie vanuit de retail. Tim gaf dat net ook al aan. Dat een centrum of een winkelgebied die een mix van functies heeft, dat die het beste doet. Ik gaf er net al aan dat wij als Leiden dat van nature hebben. Maar die mix functies die willen we wel versterken. Een van de dingen waarop we dat doen is bijvoorbeeld een vestigingsadviseur aan te trekken. Die vestigingsadviseur werkt vanuit Stichting Centrum Management. En die is erop gericht om ondernemers te helpen op de juiste plek in het centrum terecht te komen. Ook om die mix van functies goed voor elkaar te krijgen. Een andere ding is vergroening. Dat is gewoon ongelooflijk belangrijk. Niet alleen vanuit duurzaamheid, maar ook voor de leefbaarheid van de stad en de aantrekkelijkheid voor bezoekers. Heel bekend is het Single Park Leiden. Dat is ook wel landelijk bekend. Dat is, vind ik het mooie daaraan, is dat het ook een samenwerking is geweest tussen inwoners, tussen ondernemers. Waarbij de gemeente stimulerend heeft opgetreden. Wat ook echt vanuit de bewoners en vanuit de ondernemers kwam. En dat is wat mij betreft, dan pak ik hem terug naar de vorige sheet. Ook wel echt van belang voor het slagen van acties in de stad. Dat het gedragen wordt vanuit de samenleving. Nou, hoe hebben wij dan de stad aangepakt? Ik heb daar een aantal voorbeelden van op sheet gezet die ik heel interessant vind. Er zijn natuurlijk meer voorbeelden te noemen. Maar dat is allereerst het verbeteren van het verblijfsgebied. En dat gaat er bijvoorbeeld om die openbare ruimte aan te pakken. Ik heb er net al een paar plaatjes laten zien van hoe de stad verloederd was, tussen aanhalingstekens. Ik heb hier een paar plaatjes erop gezet van hoe het nu geworden is. En we hebben de openbare ruimte aangepakt. Om het gebied gewoon aantrekkelijker te maken. We hebben ook gezorgd voor voorzieningen, hè, dus parkeercentra in de stad toevoegen. Zodat de inwoners en de bezoekers van buiten die naar de stad toe komen ook die mobiliteit goed verzorgd vinden. En wat we ook hebben gedaan is de retailstructuur aangepast. En dat betekent dat we een retailstructuur hebben bedacht waarbij we zeggen van elk gebied in de stad die heeft een bepaalde beleving. En daar willen we ook het retailaanbod en de overige voorzieningen in de stad op aanpassen. Dus dat we ook integraal nadenken over van wat voor voorzieningen wil je nou in de stad en waar wil je dat dan? Een heel mooi voorbeeld van midden in de binnenstad. Ik weet niet of jullie die dat kennen. Ik raad het absoluut aan om daar gewoon een keer naartoe te gaan. Is het Nieuwe Rijn. Nou, pak een beetje 10 jaar geleden was dat een gebied wat er niet goed voor stond.
En we hebben dat als gemeente samen met onze startpartners, stadspartners echt wel aangepakt. Nou, een voorbeeld daarvan is dat we een hofje hebben gecreëerd. De Catharinahof, midden in het Nieuwe Rijngebied. Dat is een heel modern hofje geworden. Maar bezoekers die daar komen, en ik zelf ook toen ik daar voor het eerst kwam, die dachten van, nou, dat hofje, dat is echt al honderden jaren, ligt dat daar. En je ziet nu dat dat echt een hotspot is geworden van horeca, de weekmarkt die daar functioneert, de retail en ook de overige voorzieningen in dat gebied. Nou, dat is een heel levendig en mooi gebied geworden. En dat heeft te maken, denk ik, met echt die gebiedsgerichte aanpak die we voor zo'n Nieuwe Rijn als belevingsgebied hebben gedaan. Ik gaf er net ook al aan, en dat is mijn laatste voorbeeld, dat die identiteit echt belangrijk is. Dat hebben we samen met onze stadspartners proberen vorm te geven. Hè? Want uit de presentatie van Tim bleek er net ook al aan dat je gewoon echt diverse winkelcentra hebt. Waarbij mijn analyse is dat de centra die niet echt een identiteit hebben, het minder goed doen dan de centra waarvan je kan zeggen van, nou, daarom ga ik naar die stad toe. Ik gaf er net ook al aan dat wij Leiden prachtige mixen hebben van kennis en kunde, van horeca, van die winkels, en daar hebben we Leiden Stad van Ontdekkingen van gemaakt. En dat is ons beeldmerk, nationaal, maar ook internationaal, om de stad voor het voetlicht te brengen. Nou, als afgeleide daarvan hebben we een aantal lokale en regionale acties. De streek van verrassingen, liever in Leiden. Waarbij je ook cadeaukaarten kan bestellen. Dat alles om Leiden ook als beeldmerk, als identiteit voor het voetlicht te brengen bij het publiek. Ja, de resultaten van heb ik op de sheet gezegd, zijn we heel trots op. Leiden als finalist van de beste binnenstad. Door de corona is de finale helaas niet doorgegaan, maar nou ja, ik weet zeker dat we hem hadden gewonnen. Maar dat is natuurlijk geen doel op zich, hè, zo'n finale plaats halen. Het gaat om de leefbaarheid en de vitaliteit van zo'n binnenstad. En ik denk dat we op de verschillende indicatoren daarin goed tot heel goed scoren. De leegstand is beperkt in het centrum. Ik heb er een plaatje bij gezet van de omzetontwikkeling. Die gaat gelukkig sinds na de coronacrisis weer omhoog. Nou, uit het koopstrook, mijn onderzoek, blijkt dat we het goed doen. Ook uit de benchmark. En wat mij betreft heeft dat te maken met een aantal succesfactoren. Allereerst denk ik de focus en de aandacht en de lange termijnvisie die je voor zo'n stad hebt. Ik denk echt dat de keuze om daar een programmamanagement op te zetten. En daar echt specifieke focus en aandacht voor te hebben, dat dat een goede keuze is geweest. En zo'n stad doe je niet erbij, zo'n binnenstad. Daar moet je echt specifieke focus en aandacht voor hebben en ook visie. En wat ik gewoon ongelooflijk belangrijk vind, is de samenwerking met startspartners. Want zonder dat lukt dat niet. Enerzijds vanuit het draagvlak. Ja, dus het is belangrijk om inwoners, maar ook ondernemers mee te nemen in je visie voor de stad. Maar ook als partner die meer kan bereiken dan de gemeente. Ja, ik noemde net al Stichting Centrum Management. Dat is een stichting die vanuit ondernemers, die ook op een andere manier denken en ook op een andere slagkracht hebben dan de gemeente. En die combinatie van beide schuurt heus wel eens, maar die is echt wel van belang om dingen voor elkaar te krijgen. Ja. Dus mijn laatste sheet, succes uit het verleden is wat mij betreft geen garantie voor de toekomst. We hebben het al gezien bij de coronacrisis. Nou, Tim gaf het aan dat de centra, dat een aantal centra het nu weer goed doen. Dat ben ik met hem eens. Maar aan de andere kant maak je daar 2 jaar niet mee goed. Vanuit ons als gemeente en ook vanuit onze startspartners voelen ze echt een urgentie om die stad leefbaar en levendig te houden en ook door te pakken. Dus het succes wat we wellicht hebben, dat moeten we niet van achterover in de stoel leunen, maar we moeten echt doorpakken. En we willen het doen door het binnenstadsmanagement structureel te maken. En dat ook echt in te bedden in onze organisatie.
En ook door een aantal nieuwe projecten samen met onze startspartners op te starten. Het nieuwe Rijngebied, dat gaf ik er net al aan, dat is echt een mooi belevingsgebied geworden, maar dat kan nog veel beter. Een ander voorbeeld is een actieplan voor Steeg en Kade die we willen gaan uitvoeren. En dat is om de stegen die we hebben en de kade die we hebben nog beter en nog mooier eruit te laten zien. Als echte verbindingsstukken in onze binnenstad. Ik heb daar een paar voorbeelden van laten zien. Hè. Nu zijn onze stegen vaak nog fietsparkeerplekken. Of erg versteend. Sommige zien er een beetje smoeselig uit. Anderen weer niet hoor. En dat willen we echt mooie verbindingsstegen van maken. Nou, ik heb er een aantal impressies voor laten zien. Ik zal er niet te diep op doorgaan. Want voor mij is de bedoeling om het voetlicht te brengen van zo'n succes. Moet je niet alleen vieren, maar moet je ook uitbouwen en eraan blijven doorwerken. Want anders dan val je weer terug. Dus wat mij betreft ook wel een les voor de toekomst. Om niet te verslappen. Dit was hem wat mij betreft. Volgens mij is die nu ook gestopt. Karen, delen? Ja, klopt. Hij is gestopt. Ik weet niet of je nog een paar minuutjes tijd. Precies. Er zijn twee vragen in de chat binnengekomen van Jacke van der Bos. Hoe heb je de binnenstadsbewoners betrokken? En kun je ook iets zeggen over of en wat voor soort groene ruimte jullie hebben toegevoegd in de binnenstad? Ja. Ja, het betrekken van de inwoners, dat is echt een hele kluif. Dat proberen wij elk project en elk traject te doen. Alleen wat we nu wel zien is dat een succes van de binnenstad, hè, qua aantrekken van bezoekers, toeristen, dat heeft ook een keerzijde. Namelijk dat veel inwoners veel meer overlast gaan ervaren. Of zeggen dat ze het ervaren. Dat is ook misschien ook wel een nieuwigheid. Hè? Van een stad die relatief rustig was naar een stad die veel meer bezoekers trekt. Ja, dat is continu praten. En bij elk project nemen we bezoekers mee. Bijvoorbeeld het traject wat Tim en ik hebben gedaan. Daar hebben we bezoekers integraal uitgenodigd. Ook om mee te denken met ons beleid. Ja, je ziet dan toch dat, dat kan best wel eens schuren. Maar ik vind het wel ongelooflijk belangrijk om daarin open te zijn. En inwoners gewoon bij elk project en beleidstraject wat je doet, gewoon integraal mee te nemen. Net zoals we ook de ondernemers meenemen. Ja, een voorbeeld van groen in de stad is denk ik het Single Park. Het is echt wel heel mooi als je een keer in Leiden bezoekt om zo'n rondje te maken. Wat we hebben gedaan is eigenlijk langs de buitenste randen, de buitenste singles van de stad, hebben we een groen park gemaakt. En die is nu zo goed als af. En dat betekent dat je eigenlijk 6 kilometer achter elkaar kan door een parkachtig landschap kan lopen langs de randen van de stad. Je ziet dat het heel veel gebruik wordt gemaakt, bijvoorbeeld van hardlopers en andere bezoekers. Dankjewel. Er is nog één vraag binnengekomen van Niels. Welke investeringsruimte heb je vanuit de raad gekregen om deze mooie plannen te kunnen realiseren? Ik weet niet of je daar nog antwoord op kan geven. Ja, vanuit projectmanagement binnenstad hebben we uit mijn hoofd gezegd 500.000 per jaar om, maar ik pak me niet op de precieze getallen, maar hebben zo'n dergelijke ruimte gekregen om projecten aan te zwengelen en door te duwen, zeg maar. De andere projecten die je ziet op het openbare ruimtegebied, dat is allemaal op projectbasis. En dat varieert natuurlijk heel erg in budget. En de grote aanpak, bijvoorbeeld voor de parkeergarages die we ondergronds hebben gerealiseerd, ja, dat gaat met veel miljoenen. Maar voor het aanjagen van projecten, et cetera, is het wel budget gereserveerd. En dat is denk ik ook belangrijk. Veel doen we ook met cofinanciering, samen met onze startspartners. Maar zo'n aanjaagbudget is denk ik wel belangrijk om dingen voor elkaar te krijgen ook. Helder, dankjewel. Leuk verhaal, Arjan. Goed om te zien hoe je die specifieke focus en aandacht, dat ook echt iets oplevert. En Leiden zo'n mooie, bloeiende binnenstad wordt eigenlijk. Dus dankjewel. Succes met je volgende presentatie. Ja. Mochten er nog nabranders zijn voor Arjan, stel je vraag gewoon in de chat. En dan kijken we even of we dat nog kunnen regelen. Prima. Ja. Dan, fijne meeting nog. Yes, dankjewel. Doei.
Dan hebben we nu de presentatie van de provincie Overijssel, van Lieke en Koen. Ik heb jullie allebei even presentator gemaakt, want ik weet niet wie jullie scherm gaat delen. Maar als het goed is, moeten jullie dat zelf even bepalen wie dat doet en zou dat kunnen. Dus de floor is yours. Yes, top. Ik ga dat doen. Dankjewel. Laat ik dat gelijk even aanzetten. Is het te zien? Yes. Ja, heel fijn. Hallo allemaal. Wij zijn inderdaad Koen en Lieke. Goed om ons eerst even voor te stellen, denk ik. Koen, wil jij eerst? Ja, is goed. Ja, ik ben Koen. Ik werk bij de provincie Overijssel als adviseur bij het onderzoeksteam. En ben vanuit die functie verantwoordelijk voor ruimte, wonen en retail en aangehaakt bij de stadsbeweging waar Lieke zo meer over zal vertellen. Yes, en mijn naam is Lieke Kiekebos. Ik werk inderdaad voor de stadsbeweging. Ons investeringsvoorstel heet Ruimte, Wonen, Retail. Het gaat dus over het stedelijk gebied. En ik werk niet als onderzoeker, maar vooral in de uitvoering. Dus ik ben vooral voor Twentse gemeentes aanspreekpunt om in gesprek te gaan over vitaal stedelijk gebied. En daarnaast ben ik ook aanspreekpunt voor ons centrummanagersnetwerk. Ik hoorde daar net in Leiden ook al een boel over. Maar daar zien wij in Overijssel ook veel positieve dingen rondomheen. Dan, zijn vandaag uitgenodigd om iets te vertellen over de vitaliteitsbenchmark in Overijssel. Omdat wij die vitaliteitsbenchmark ook nog in Overijssel hebben laten uitvoeren. Voordat we daarop ingaan, is het misschien eerst goed om iets meer te vertellen over wat de stadsbeweging misschien is. Zo. En de stadsbeweging bestaat al een tijdje. Het is in 2015 opgericht na de economische crisis. De keuze was toen, de focus lag op binnensteden. En het doel is vitale, leefbare en aantrekkelijke binnensteden. De keuze was om daarop in te zetten en niet op het oplossen van leegstand. Dus een andere invalshoek. De manier van werken, dat was ook een wat experimentele manier toen. We gingen namelijk heel erg gebruik maken van de energie die er al was in de steden. En vanuit daar kijken, wat kunnen we dan gaan doen samen? De rol die we daarin innamen is vooral om de energie die er is en al was te versnellen en te versterken. En naast dat we ruimtelijke dingen veranderden, was er ook heel veel aandacht voor leren, inspireren en participeren. En dat leren gaat over kennisdeling, kennis vergaren. Inspireren gaat over het netwerk, samenwerken. Het idee dat we het met z'n allen doen en dat we ook die netwerken bij elkaar brengen om uit te wisselen. En dat participeren gaat echt over de ruimtelijke ingrepen. En wat krijg je dan? Bottom-up en organische stedelijke ontwikkeling. We stellen ons altijd op als partner van de binnenstad. Yes, in de praktijk. Ik zag dat er ook iemand van de gemeente Deventer aanwezig is. De bovenste foto hier is ook van de gemeente Deventer. We sluiten nog steeds arrangementen af. En in die eerste fase ging dat heel erg vaak op deze manier. Alle partners met wie er samen werd gewerkt bij elkaar. En dan met een woord wat past bij je identiteit. Die arrangementen gingen naast die ruimtelijke ingrepen ook heel vaak over samenwerking. Ken je kracht, je DNA. Het ging over samenwerken in een gouden driehoek. En het ging ook veel over uitwisselen. Inmiddels zitten we in een tweede coalitieperiode van ons programma. En dat programma is ook doorontwikkeld naar ruimte, wonen, retail. De woonopgave, dat werd natuurlijk immens. Dat kreeg een veel groter onderdeel. Daarnaast werd retail toegevoegd. En dat uitte zich in dat de focus van alleen maar op de binnensteden ging naar complexe gebiedsontwikkelingen. Waar heel veel verschillende thema's, bijvoorbeeld ook mobiliteit, werken, samenkwamen in één gebied. Als integrale gebiedsontwikkeling. En dan, Koen. Ja, neem ik over.
In Overijssel baseren we ons bij het maken van beleid graag op feitelijke informatie en objectieve gegevens. Alleen is het wel zo dat als we kijken naar wat we beschikbaar hadden aan bronnen, aan informatiebronnen, aan data voor de binnensteden, dan waren die cijfers eigenlijk niet genoeg om de vitaliteit te meten. Dus wat Lieke net schetste, het doel van de stadsbeweging is de vitaliteit bevorderen van binnensteden, van centrumgebieden, niet alleen maar het terugbrengen van leegstand. Dus een stad kan heel weinig leegstand hebben, maar toch om andere redenen niet vitaal zijn. Dus als we kijken naar wat we al hadden, die leegstandcijfers, het koopstroomonderzoek bijvoorbeeld met daarin de omzet en ook de beoordeling van sommige gebieden. Maar dat vatte niet wat wij eigenlijk wilden weten vanuit de stadsbeweging en van hoe vitaal steden waren. Dus vandaar dat we gingen rondkijken en we de vitaliteitsbenchmark van Goudappel erg interessant vonden. Want die biedt een breed palet aan indicatoren en laat die ook in samenhang met elkaar zien. Allerlei indicatoren die samen die vitaliteit bepalen. Dus het laat ook zien dat vitaliteit echt bestaat uit al die verschillende dimensies. En door die integrale en gestructureerde aanpak van Goudappel kun je ook objectieve vergelijkingen maken tussen verschillende centrumgebieden. Ja, zonder dat je alleen maar moet afgaan op je intuïtie of toevallige kennis die je van een gebied hebt. Misschien een volgende. Wij hebben daarom Goudappel gevraagd om met nog wat meer aandacht eens naar onze centrumgebieden in Overijssel te kijken. En daarbij hebben wij verzocht, dit was 2,5 jaar geleden dat we die opdracht hebben verleend, om nog een dimensie toe te voegen aan de vier die we eerder al hebben gezien. Dat is de dimensie samenwerking. Omdat, zoals Lieke ook al zei, samenwerking ook echt een speerpunt is van de stadsbeweging. En wij ervan overtuigd zijn dat een goede samenwerking uiteindelijk ook van cruciaal belang is voor een levensvatbaar, levendig centrumgebied. En daarvoor heeft Goudappel een aantal dingen in beeld gebracht. Zoals de aanwezigheid van een centrummanager in een gebied. De aanwezigheid van een centrumvisie. De manier waarop ondernemers verenigd zijn en zo nog een paar factoren. We hebben Goudappel gevraagd om naar wat meer centrumgebieden in Overijssel te kijken dan in die standaard benchmark zitten. We hebben net gezien in de standaard benchmark van Goudappel zitten de 100 grootste steden van heel Nederland. Dan zitten er maar 9 Overijsselse steden in. En wij hebben gevraagd daar nog eens 30 kleine en middelgrote steden aan toe te voegen. En dat zijn eigenlijk vanaf ongeveer 5000 inwoners de steden in Overijssel. En dan kom je uit op deze 39 plaatsen in Overijssel. Dus op die manier konden we voorbij alleen maar de allergrootste steden kijken. En ook kijken hoe het zit met die andere plaatsen. Omdat dus de stadsbeweging zich ook op al die andere plaatsen ook kan richten. En wat eigenlijk nog interessanter is. We kunnen dus daarmee die vergelijking maken tussen al die gebieden. Maar wat nog interessanter is, dat je kunt inzoomen op die centrumgebieden en daar dus de hele specifieke informatie over kan krijgen, die allemaal in die totaalscore verstopt zitten eigenlijk. Dus die dimensies, die achterliggende dimensies. En daarvoor heeft Goudappel deze factsheets gemaakt. Hier zie je een voorbeeld van Dalfsen. Iedere factsheet bestaat uit 2 pagina's, waarin heel beknopt, dus die vitaliteit is samengevat aan de hand van de belangrijke indicatoren. Met bijvoorbeeld zo'n mooi spinnenweb. Voor bereikbaarheid, dat is hier in Dalfsen best wel goed. Er staat ook, Dalfsen was de 7e plaats van de 39 in Overijssel op bereikbaarheid. Dus die scoort daar ook best wel goed op. Op alle thema's zie je hier zo die informatie samengevat. En dat is voor ons ook heel fijn om het gesprek met die steden aan te kunnen gaan. Met zo'n factsheet bij de hand. Wat mooi was om te zien was dat, we hebben dit gepresenteerd aan de plaatsen in Overijssel en heeft de gesprekken op gang gebracht en het heeft aangeslagen, want ook in Gelderland is dit voorbeeld gevolgd. En een jaar later heeft Gelderland ook voor hun kleinere plaatsen Goudappel dat aanvullende onderzoek laten doen en ook een benchmark laten maken. En hier zie je de 2 provincies samen op kaart gezet, dus er zijn van onze gegevens van 2020 en die van Gelderland 2021 samen op kaart gezet. En dan kun je nog veel beter eigenlijk zien. En dan zie je plotseling ook die ruimtelijke patronen heel mooi in beeld. Hè, van de plaatsen zie je ook in Gelderland heel duidelijk. Die dus aan de randstadsgrenzen. Die hoger scoren op vitaliteit dan de plaatsen verder richting Duitsland. En wat ook in 2021 nog is gebeurd is.
We hebben ook Goudappel gevraagd om eens een koppeling te leggen met een corona-oplegger van het koopstroomonderzoek. Daarbij is gekeken naar de impact van corona op de uitgaven van mensen. En daarover heeft Goudappel samen met INO, dat het koopstroomonderzoek deed, ook een heel nuttige presentatie gegeven. Hè, waar de link werd gelegd en ook gekeken naar wat de aanknopingspunten zijn, wat je nou kunt in je binnenstad met deze informatie om uiteindelijk beter uit die coronacrisis te komen. En tot slot was ook aardig om te zien dat afgelopen februari heeft de Rekenkamer Oost-Nederland een rapport gepresenteerd. Hun uitgangspunt was eigenlijk, ze wilden onderzoeken hoe het ervoor zit met de leegstand in Gelderland en Overijssel, de twee oostelijke provincies. Maar terwijl zij daarmee bezig waren, hebben zij ook ingezien dat het eigenlijk meer gaat om vitaliteit dan alleen maar om leegstand. En dat uiteindelijk natuurlijk minder leegstand zorgt voor meer vitaliteit en vice versa. Maar zij kwamen uiteindelijk ook tot de aanbeveling dat ook de politiek, GS, ook echt gebruik moet maken van de inzichten die de vitaliteitsbenchmark biedt. En ze doen ook de aanbeveling om die vitaliteitsbenchmark te herhalen, om later te zien ook hoe plaatsen zich ontwikkelen. Want nu kunnen we plaatsen met elkaar vergelijken, want dit is maar één keer gedaan nog voor onze provincie. En in het vervolg, als het weer wordt herhaald, dan kunnen we ook kijken hoe die plaatsen zich hebben verbeterd of verslechterd. Yes, want als wij zo'n vitaliteitsbenchmark laten doen, dan doen we dat natuurlijk vooral zodat het ook gebruikt wordt. Omdat het heel veel nuttige informatie oplevert. Dus we moedigen onze kernen ook aan om die data ook te gebruiken. En wat Koen net al vertelde, dat doen we natuurlijk doordat we bijvoorbeeld die factsheets ook per kern aanbieden. Dat maakt het gewoon al makkelijker om jezelf snel te herkennen en informatie eruit te halen. We nemen ook in alle gesprekken die we hebben met gemeentes of ondernemersverenigingen, centrummanagers, wijzen we ook altijd op die vitaliteitsbenchmark. En we horen ook terug dat het ook veel gebruikt wordt. Dus dat is dan ook fijn om te horen. Wat ook nog belangrijk is, wat we ook hebben gedaan, is we hebben ook een bijeenkomst georganiseerd toen de uitkomsten er waren. En naast dat er natuurlijk ruimte was om te vertellen wat er in die vitaliteitsbenchmark staat, hebben we ook tijdens die bijeenkomst een groot deel ingericht om uit te wisselen. Dus toen hebben we... we hebben toen hoofdthema's, dingen die uit de vitaliteitsbenchmark kwamen, in thema's aan tafels gezet. En daar konden de aanwezigen dan bij gaan zitten en met elkaar over in gesprek gaan. Wat staat er nou in? Wat gebeurt er bij mij? Wat gebeurt er bij jou? En daar werden ook mooie afspraken gemaakt en nieuwe connecties gelegd. Dus daar worden we dan ook altijd blij van. Wat we verder ook nog doen is dat... Koen is een van de onderzoekers die bij de provincie werken. En we kunnen onze kernen ook altijd helpen om de verschillende onderzoeken naast elkaar te leggen. Bijvoorbeeld met het koopstroomonderzoek gebeurde dat wel. En te kijken, wat kun je daar nou mee? En Koen, volgens mij zei jij het nu ook wel even net. Maar we gaan dus ook nog een nieuwe versie laten maken. En dat zorgt ook weer voor de mogelijkheid tot vergelijking. En dan de allerlaatste sheet, als jullie nog meer informatie willen over de stadsbeweging of met ons in contact willen komen, dan kan je terecht op stadsbeweging.nl. Dat was het. Dankjewel. Leuke presentatie. Wij weten natuurlijk al veel van wat jullie doen. We krijgen dat al deels mee, maar leuk om het zo eens te horen. Er is een vraag in de chat van Jacques van der Bos. Heeft de politiek nog een stem gehad in wat er per gemeente werd verstaan onder vitaliteit? Nee, eigenlijk het korte antwoord is nee. Nee, kijk, wat we hebben gedaan natuurlijk is wel gewoon ook zoveel mogelijk aansluiten bij wat al in de vitaliteitsbenchmark zit, hè, van Goudappel. Dus de herkenbaarheid en de vergelijkbaarheid daarbij is van groot belang. Dus we kunnen... Ja, je kunt dan eigenlijk niet dan nog weer per gemeente onderscheid gaan maken naar wat zij dan onder vitaliteit verstaan. Dus je moet eigenlijk daar wel één herkenbare lijn in kiezen. Wat we dus wel hebben gedaan is wat ik zei, samenwerking, hè, laten toevoegen als extra dimensie. En we hebben ook toegevraagd om nog wat meer aandacht te besteden aan groen in de binnenstad.
Dat was nog een beetje een accentverschuiving vanuit onze kant. Maar verder in de kern is het ook gewoon de herkenbare benchmark zoals die ook net aan het begin is gepresenteerd voor heel Nederland. Wat misschien nog wel interessant is om te stellen, dat we aan het begin nog wel ook even hebben getwijfeld of we dat plaatje met die bolletjes wel of niet zouden doen. Ja. Omdat dat natuurlijk ook best wel, dan ga je vergelijken. En dan moet je wel met elkaar goed over in gesprek kunnen wat het dan betekent. In plaats van dat je alleen maar de kleurtjes ziet. Dus daar hebben we wel echt even goed over gehad. En ook veel aandacht in de bijeenkomst aangesproken. Ja, en ook de manier waarop we presenteren ook wel benadrukt. Dat je moet bijvoorbeeld niet zeggen dat dit laat zien dat een bepaalde plaats het beter doet dan de andere plaats. Want het heeft ook gewoon te maken met een uitgangssituatie waar je in zit. Hè? De demografische ontwikkeling is ook een belangrijk kenmerk. En ja, daar kun je als politiek niet zoveel aan doen. Dus het is wel belangrijk in hoe je het presenteert, dat je niet zegt van die plaatsen doen het beter dan de andere plaatsen, maar dat je ook daarin wel helder communiceert dat sommige plaatsen gewoon in een lastiger pakket zitten. En daarom, dus dat je dat niet allemaal aan de politiek wijt. Misschien ook nog wel goed om toe te voegen, want Lieke noemde net al de presentatie die erbij is gehouden. En daar zijn ook de gemeenten in groepjes uiteengegaan om te praten over van waar zij dan wat van konden opsteken, wat zij dan met deze informatie konden. En daar viel bijvoorbeeld op dat er best wel extra belangstelling was vanuit plaatsen die er nu geen centrummanager hebben, om daar nog eens over na te denken of dat misschien toch wel wat zou toevoegen, een centrummanager. Dus dat soort gesprekken werden ook op gang geholpen door het presenteren van deze gegevens en de interactie aan te moedigen tussen de plaatsen om van elkaar te leren. Dankjewel. Er is nog een vraag van Maron in de chat ook. Wat zou je aan andere provincies willen meegeven of als tips/advies willen geven vanuit jullie ervaringen? Ja, daar wil ik wel op reageren. Ik denk dat wat wij vooral hebben gedaan al die jaren is durven om te kijken of je iets anders kunt doen. En dat is niet makkelijk. Leiden zei net al als overheid, je hebt heel veel petten op. Dus voor je het weet zit je in een rol die iedereen van je verwacht. We investeren heel veel in onze contacten. Maar je ziet wel dat wel effect heeft. Dat durf een andere manier van samenwerking op te zoeken. En ga vooral niet op de stoel van iemand anders zitten, maar stel je gewoon echt op als partner. Ik denk dat het wel vanuit mijn rol in ieder geval het belangrijkste is. Koen, heb jij daar nog iets op aan te vullen? Nee, ik denk dat ik daar niet meer overheen ga, dus ik laat het zo. Nou, dank. Mooie, heldere antwoorden. En gewoon heel leuk om te zien hoe jullie ermee omgaan en dat die vernieuwende aanpak ook goed aanslaat. Dus dank voor de presentatie ook.